Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Jaap Kwakman. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Zo, Jaap. Dag Ed. Hi. Allereerst even wil ik me richten tot de mensen thuis. Even een klein stichtelijk woordje. Als je luistert, leuk. In de auto of misschien thuis of bij de voetbalvereniging. Ik weet niet waar je dit aanzet. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Het is seizoen 1. Ik weet nog niet welke aflevering dit is, want ik neem het een beetje random op qua volgorde. Mijn naam is Ed Struilaert, als je dat niet weet. En ik maak deze podcast uit liefde voor de gitaar en voor de mensen die erop op spelen natuurlijk. Het is een voortvloeisel uit mijn theatershow. Gitaarmannen, van Clapton tot Sharon. In het najaar gaan we in reprise, mensen. Dus koop die kaartjes. Pjoe, pjoe. Vandaag is mijn gast, gitarist Jaap Kwakman. Bekend natuurlijk van de 3J's. Jaap, dankjewel voor je gastvrijheid. Dat ik hier bij jou mag aanschuiven in je studiootje. Gezellig. Voor mij ook een beetje pionier, weet je. Ja, het is een beetje pionier. Ik heb allemaal camera's meegenomen en toestanden en zo. Ik hoop allemaal dat het goed gaat. Ook voor de eerste keer trouwens, een primeur, dat ik in Volendam ben. Hoe kan dat? Ja, dat vraag ik mezelf dus ook af. Terwijl ik heel erg van vis hou. Ik ben echt een visliefhebber. Dus ja, dan had ik hier natuurlijk gewoon zomaar naartoe moeten komen. Maar ja, ze hebben in Den Haag ook wel een lekker stukje vis, hoor. Er is in Den Haag ook wel wat te halen, inderdaad, qua vis. Scheveningen is genoeg, inderdaad. Ja, jij vertelt net dat je vader jarenlang in de Palace Promenade een viszaak heeft gehad. Ja, van 82 tot 92. En dat waren grappig genoeg, omdat het de Gitaarmannen podcast is. Heb ik daar wel een leuke anekdote over. Ik ging af en toe mee met mijn ouders. Die werkten altijd in het weekend. Dus een normaal kind heeft in het weekend zijn ouders. Maar mijn vader was sowieso vrijdag, zaterdag, zondag altijd in de winkel. En mijn moeder werkte zelfs op zondag ook in die winkel. En dan was het voor mij altijd wel een leuk uitje als ik dan eens in een maand of zo mee mocht. En in Den Haag, in de Palace Promenade, daar had je de buffeterie. Daar konden mensen op zondag lekker, als je bijvoorbeeld de Veronica Strandcross had, kon je lekker uit de ramen kijken, zodat die motoren gaan. En mijn vader had een viswinkel. Dat was een patatkraam en een pannenkoek, weet ik veel. En daar stond altijd een band te spelen. En de gitarist, die heette Rolf, en die kwam uit Rotterdam, een goede gitarist. En die vond dat wel geinig, dat daar een jochie van 7, 8. Ik was toen net begonnen met gitaarspelen, ik was 8. En hij vond dat zo geinig. En ik mocht dan, want mijn vader die moest natuurlijk op een gegeven moment, die moest vis verkopen. En ik liep daar constant in die winkel. En Rolf, die nam mij dan wel eens mee op het podium. En die riep dan die akkoordjes, weet je, C, G. Maar die speelde daar dan van die, weet je, Girl from Ipanema en allemaal die jazzdingen. Dus dat klopt helemaal voor een reet natuurlijk. Nee. Maar daar in Den Haag heb ik toch wel mijn eerste, ik denk wel mijn eerste optredens gedaan op mijn 8. Zo dan. Dus dat was het moment ook waarop je echt de gitaar ontdekte? Of had je die al eerder wel ontdekt? Een beetje in die tijd. Ik denk dat ik, bij ons thuis was er altijd muziek. Tenminste, ik heb twee oudere zussen en er werd altijd gewoon wel muziek gedraaid. Ik zeg niet altijd de meest gekke muziek, maar het was altijd muziek. En er was een punt, denk ik, toen ik 7 of 8 was, dat daar door iemand wel een gitaar werd neergezet. Omdat ik dat wel leuk zou vinden. En natuurlijk vond ik dat leuk. En dat was dan wel echt zo'n gitaar die wil je niet mee doodgeslagen. Nee. Weet je, zo'n nylonsnarige gitaar met stalen snaren erop en dan verkeerd om erop gezet. Je kent het wel. Gewoon drama. Je kent die gitaar wel. Oh, die kennen we zeker allemaal. Daar moet je op beginnen ook, denk ik. Daar moet je gewoon op beginnen. Ja. En het is zo dat wij hadden maar een paar gitaarleraren bij ons in Volendam, waaronder de oude gitarist van de Cats, Jaap Schilder. Ah. En toevallig, mijn moeder had vroeger ooit bij hem op gitaarles gezeten. Dus mijn moeder dacht meteen, oh, Jaap moet op gitaarles. Dat moet dan bij Jaap van de Cats. Ja. Dus zo gebeurde dat ik op mijn 8e bij Jaap en bij zijn vrouw Aal, echt geweldige mensen, meen ik echt, aan tafel aanschoof. En dat kostte toen 8 gulden. En ik weet het nog heel goed, woensdagmiddag naar school. Dan kreeg je ook dat geld mee van je moeder. Van je moeder kreeg je dat geld mee. Ja. En we zaten dan met 2 of 3 of 4 jongetjes, weet je. En dan kreeg je een uur les aan die achtertafel. En dat was gewoon echt een uitje. Die mensen die vonden dat gewoon ook echt leuk dat daar jongetjes over de vloer kwamen. En er werd gewoon gezongen. En dat was heel, ik weet niet, dat was gewoon echt leuk. Volendam is, in mijn optiek, is dat natuurlijk een vissersdorp.
Ja. Zo ken ik het. En een muziekdorp. Ja, toch wel, ja. Toch wel, hè? En er komt echt zo verschrikkelijk veel vandaan. Toen je zei al de Cats. Ja, maar ja, jij zegt net zelf, Den Haag, toevallig, Den Haag is ook een dorp. Wij kennen elkaar ook allemaal. Ja. En daar zit volgens mij die... ik denk niet dat het aan Volendam ligt. Ik denk dat het meer aan het feit ligt dat het een gemeenschap is waar mensen elkaar goed kennen. Ja. En waar naar elkaar gekeken wordt. Ja. Weet je, en dat, dat is belangrijk, hè? En dan denk je, jezus, dat vind ik tof, dat wil ik ook. Ja. En een beetje gezonde competitiedrang, want we gunnen elkaar hier allemaal wat. En dat zorgt ervoor dat je ook, ja, je wil toch je best doen omdat je bij wil blijven bij, bij je buurjongen of bij je klasgenoot. En ja, volgens mij is dat de sleutel. Ja, dat is het volgens mij zeker inderdaad. Dat je moet ergens die competitiedrang vandaan zien te halen om verder te komen. Je moet ergens de inspiratie vandaan halen om überhaupt te beginnen. En je moet de juiste mensen om je heen hebben qua leraren. Ja. En Jaap van de Cats. Je zei het al, die is gewoon een hartstikke goede gitarist. Die heeft met de Cats hits gescoord waar je echt u tegen zegt. Keek jij tegen hem op? Toen, ja zeker. Ja. Maar na die eerste keer, die mensen zijn zo gewoon en zo nederig altijd gebleven. En dat is natuurlijk ook wel iets, in Volendam moet je niet naast je schoenen gaan lopen. Nee. Maar het was daar, als je al op een bepaald moment dacht van jeetje, ik stap nu bij iemand van de Cats in huis. Want dat was in die tijd, hè? Ja. Je hebt het over Veronica, weet je. De Cats, dat was echt, dat was een dingetje in de jaren 80. Tijd zitten we in jaren 80? Ja, mid jaren 80, 85. Ja, precies. De Cats, die waren toen echt wel bekend. Die hadden toen, hun tweede comeback. Die gingen af en toe weer eens uit elkaar en dan kwamen ze weer bij elkaar. Dus Piet Veerman zong toch in de Cats, of niet? Ja, Piet Veerman zong. Ja. Was hij toen al solo gaan met Sailing Home en dat soort dingen? Of was het nog niet? Dat was geloof ik, Sailing Home zal 87 geweest zijn. Ja. Dus de Cats die gingen, ja, dat is een lang verhaal. Maar dat Dat is een podcast op zich. Maar dat waren niet de makkelijkste. En met name dan Piet ook niet. Weet je? Piet is ik ken Piet wel redelijk goed. Een geweldig zanger, maar heel kritisch. Ja, ja, ja. En het is gewoon heel moeilijk om met Piet bijvoorbeeld samen te werken. En ik denk dat dat ook voor die band moeilijk was. En voor Piet ook weer moeilijk om in een band te zitten. Ja. Dus hij heeft er uiteindelijk voor gekozen om solo te gaan. Maar wat Jaap betreft. Al dat starstruck zijn, dat was er snel vanaf bij Jaap. Ja. Daar thuis. Dat is zo'n gewone man. Ik herken dat ook wel. Ik heb op een gegeven moment les gekregen van de toenmalige gitarist van Anouk. Weet je wel? Ja. Dat vond ik ook Roland Derksen. Misschien ken je hem ook wel. Echt super goede gitarist. Ik was in het begin ook echt starstruck. Ik dacht van, oh, ik heb gewoon les van die gast die wekelijks die solo van Nobody's Wife speelt. Weet je wel? Maar inderdaad, dat je op een gegeven moment dan zie je dat niet meer. Dan ben je gewoon gelijkwaardige in de zin van dat je allebei liefhebbers van de gitaar bent. En dat is natuurlijk te gek. Yeah. Hey, maar toen je op een gegeven moment op les zat en je gaat je verder ontwikkelen, had je op een gegeven moment het gevoel van, dit is wel, ik kan dit of zo? Dat kwam bij mij later. Ik ben een tijdje gestopt. Toen ik 10 was, toen kwam ik bij een van de weinige gitaarleren die we dan hadden naast Jaap was, en die heette ook hetzelfde, Jaap Schilder. Moet je nagaan, ook weer allebei Jaap Schilder. Ja, mooi. En dat is mijn latere compagnon bij de 3J's. Oh ja, natuurlijk, ja. De vader weer van Jan. Van Jan, inderdaad, ja. En dat ging meteen een trapje verder. En dat was niet zo gezellig als bij Jaap. Bij Jaap, daar kwam je binnen en dan, nou, wat lust je, weet je. Ja, ja. En dan lekker sinaas op tafel met, weet ik veel. Dat was gewoon gezellig. En bij Jaap Schilder was het later gewoon, ja, dat was een half uur les. En dan kreeg je ook gewoon wat theorie mee. Achteraf is dat goed, want ik ben daar voorstander van. Ja. Maar ik vond dat toen niet leuk. Dus toen ben ik gestopt. En ik geloof, maar ik kon toen al wel redelijk spelen, weet je. Maar goed, gewoon slag spelen. Mm-hmm. En ik denk dat ik 12 was dat ik opnieuw de gitaar ontdekte van, ik moet beter worden. Want ik ging toen in een bandje. Ja. En ik zong daar en ik speelde daar wat slag. En toen dacht ik, shit. Toen zag ik een andere gitarist. En dat was de zoon van Gerry Muren. De voetballer, ja. Johan Muren. En die zag ik solo spelen, weet je. Wij speelden toen, van Dire Straits tot en met, Bob Dylan, van alles. En ik zag hem op een gegeven moment die solo van Salt is a Swing spelen. En ik dacht, wauw, goh. Ja. Dus dat kan ook. En toen ben ik weer op les gegaan en toen ging het heel snel. Ja. Ja, dat is wel zo'n fase. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik denk dat we allemaal wel een beetje daar doorheen zijn gegaan door zo'n fase. Ik had dan de puberteit die insloeg. Waardoor ik ineens geen interesse meer had voor de gitaar. Maar gewoon een beetje buiten rondhangen en dingen doen. En ik had het moment met de Unplugged plaat van Clapton.
Kijk. Dat ik denk, ik was ook van les gehaald door mijn ouders, weet je wel. Ja, je oefent niet. Dus we gaan inderdaad geen tientje per week betalen voor, heel voor goed. Niks. Heel goed. En toen in één keer ook zoiets van, dit wil ik, man. Dit is te gek. Ja. Ja. Dus ik denk dat we allemaal wel zo'n momentje hebben meegemaakt. Hoe oud was jij dat je begon? Ik was 9. Nou, oké. Nou. Ik was 9. Ja, ik zag in 88, toen was ik nog net 8, toen zag ik tributeconcert voor Nelson Mandela. Ja, weet ik in nog. Wembley. En toen was Clapton ingevallen bij de Dire Straits. Omdat de gitarist van de Dire Straits was net vader geworden de nacht daarvoor of zo. Zoiets was het verhaal. En Mark Knopfler had Clapton gebeld van, joh, wil je invallen? Want we hebben geen gitarist. Nou, jij bent er waarschijnlijk toch ook. Ja, ik ben er. Volgens mij moest hij zelf ook spelen toen. Dus dat zag ik. Want mijn vader was normaal een Dire Straits fan. Toen stond Knopfler op die rode Strat te spelen, ja, geloof ik. Klopt. Ik weet, ja, het nog, ja. Ik weet het nog goed, man. Ja, die rode Strat en Clapton op zijn zwarte, op zijn blackie Strat. Dat was voor mij echt het moment dat ik dacht, wow. Ja. Wow. Vlak ervoor. Ik had twee dingen. Ik wilde keeper worden, want ik was helemaal fan van Hans van Breukelen. We waren namelijk net Europees kampioen geworden. Clapton. Dus uiteindelijk, ik ben ook voetbal gaan doen. En nadat ik de meest gepasseerde doelman van de regio Zuid-Holland was, ben ik maar gestopt. En toen ben ik toch maar gitarist geworden. Kijk aan. Ja. Nou, dat is goed gekomen, hè? Ja, het is allemaal gelukt inderdaad. Maar ik denk dat je hebt allemaal zo'n moment nodig waarop je in één keer denkt van, ja man, dit is volgens mij de rest van mijn leven. Heb jij nog last gehad? Ik heb er wel last van gehad. Bij ons op school had je de grunge periode die toen, ja, op een gegeven moment insloeg. En ik vond er niet zoveel aan. Want ik was helemaal van Hendrix en Clapton. Ik ging helemaal de jaren 60 fase door. Kaart Doors luisteren en alleen maar dat soort dingen. Ik vond het moeilijk om aansluiting te vinden met klasgenoten die alleen maar naar Pearl Jam en Nirvana, Soundgarden, Smashing Pumpkins, ja, en dat soort dingen luisterden. Heb jij ook nog zoiets gehad dat je voelde dat je een beetje ernaast stond? Of heb je altijd wel in bandjes kunnen spelen die met gelijkgestemden? Nou, het is zo dat ik was extreem jong dat ik beroepsmuzikant werd. Ja. Hoe oud was je? 15. Zo, ja. Ja, ik was nog 15 en toen was ik, ik denk dat ik de jongste ondernemer in Nederland was ook, want ik mocht officieel nog niet van school. Ja. Ik heb wel mijn diploma en alles gehaald, hoor, maar ik werd gevraagd door Jaap Schilder toen ik 15 was om in zijn band te spelen. Dat was een coverband genaamd Jen Rog. Uit Volendam. En dus wij speelden gewoon wat hip was. Ja. Als ik nou kijk naar die jaren daarvoor. Wij hadden dan een bandje hier in Volendam waar we dan wel mee optraden. En inderdaad, wij deden niet veel grunge. De enige grunge die wij dan speelden was Pearl Jam. Maar dat is ook, ja, de enige band die ik toen ook al echt... Ja, ja, dat stak er wel met kop en schouders bovenuit. Vond ik wel. Ja, vond ik ook, ja. Vond ik wel. Wat betreft, ja, dit, weet je, tijdens de... Toen ik in de schoolbanken zat en had ik een andere smaak dan mijn klasgenoten? Nee, want in die optiek is Volendam echt anders dan, tenminste, weet je, we zijn geen Galje of zo. Nee. Maar mensen luisteren hier gewoon naar oude shit. Ja, ja, precies. Weet, ja, je, als je hier in de kroeg komt op zaterdag, dan staat rustig Astral Weeks van Van Morrison gewoon aan. Weet, ja, je? Ja, ja, ja. Dat is gewoon heel gek. En daar zijn wij ook mee opgegroeid, weet je. Dus, ja. Dat speelde hier en dat vonden mensen hier ook leuk. Wat, ja, dat betreft is het wel leuk om een soort van op een eiland te wonen. Een soort enclave te hebben. Een soort enclave, ja, te hebben. Weet je? Ja. Iedereen vindt jouw shit leuk. Ja. Dus om te zeggen, weet je, er waren hier wel kroegen waar die grunge dan wel aansloeg. Maar in principe het merendeel luisterde gewoon nog steeds naar de Doors, naar Floyd, naar noem maar op. Ja, dat is wat gek. Ja, ik kom oorspronkelijk uit Leidschendam, wat zeg maar in de stinkende oksel van Den Haag ligt. En daar was het toch... Ja, ieder voor zich een beetje. Dat was altijd een beetje een ding. En dat zorgt wel voor dat het voor mij lastig was. Ik was pas 18 toen ik in mijn eerste bandje speelde. Gewoon omdat het niet lukte om in een bandje te spelen. Ja. Er was gewoon niemand. Iedereen was gewoon... Ja, er waren wel bandjes, maar die waren 3 akkoorden Nirvana dingetjes aan het schuiven. En ik dacht, ja, maar daar kan ik niet overheen soleren. Dat vind ik niet gaaf. Nee. En zij vonden mij niet gaaf. Ik had er ook echt helemaal geen fuck mee, Nirvana. Nee. Nee, later denk ik wel, want die stukken zijn natuurlijk wel iconisch. Maar ik snap dat wel heel goed. Dat je... Ik vond wel Smells Like Teen Spirit. Met ik weet clip, nog precies. Maar ook gewoon, ik weet nog waar ik was toen ik die voor het eerst hoorde. Ja. Ik zat in de auto. We gingen met het gezin en wat familie een weekendje Center Parks doen. En mijn vader was naar de receptie aan het lopen. Het was vrijdagmiddag, dus waarschijnlijk de top 40 stond op de radio aan. En de tipparade. En dat was dan, nou hier is een nummer jongens. Nou, dit moet je echt horen. Dit Smells Like Teen Spirit van Nirvana. En ik hoor die beginakkoord. Ik dacht, wow. Ja. Maar ik heb wel wat platen van hun gekocht. Die in Utero of in Utero, geen idee hoe je het goed uitspreekt. Maar daar vond ik allemaal niet zoveel. Dat zette ik aan. Ik dacht, takkerrie jongens, dit heeft niks met
die liefde voor gitaren te maken, weet je wel. En dat, ja, ik heb op een gegeven moment Hendrix ontdekt. En daar, dat was voor mij echt de holy grail. Ja. Dat je denkt, ah, dit is gewoon de stijl. Wat was jouw allereerste gitarist waar jij echt helemaal van dacht van, dit wil ik kunnen ook? Ja, dat is lastig. Ik heb twee kanten. Ik denk toen ik de eerste gitarist waar ik echt helemaal dat ik dacht gewoon, daar was ik idolaat van, is Vai, Steve Vai. Ja. En vreemd genoeg, ja, weet je, qua muziekstijl is dat iets wat helemaal, ja, niet echt één op één bij mij past. Mm-hmm. Maar ik vond gewoon dat gegeven, weet je, dat iemand zo goed was. En ik vond het ook zo, weet je, die plaat Passion and Warfare, hoe dat uitgebeeld was. En met die gitaar, weet je, het ja, klopte voor mij. Ik vond het gewoon magisch. Ja. Dus ik begon daarin te duiken. En ik was toen 13 of zo, 14. En toen had je geen internet. Dus die dingen waren ook niet zo makkelijk. Ja. Om, weet je, hoe wordt dat nou gedaan? Weet je? En ik weet nog, mijn moeder die werkte in Amsterdam. En die ging langs Broekmans en Van Poppel. Dat was de bladmuziekwinkel. En daar was het boek Passion and Warfare van Vai. Dus ik begon dat, en ik had elke maand, weet je, de gitaar voor de practice musician, de guitar world, de guitar player. Dus ik begon dat echt gewoon allemaal uit te zoeken. En parallel aan dat was ik een groot Floyd liefhebber. Hm. En Gilmour, dat is wel iets, ja, als ik gewoon die solos die hij speelde, en het nog steeds speelt, dat zijn voor mij gewoon solos die ik tof vind. Magisch, hè? Ja, en hij mag altijd de lyrische kant op zoeken. Altijd gaan voor die mooie lijn, weet je? Altijd. Ja. Ja, zou niet, technisch ook. Onovertroffen. Ja, vind ik wel, ja. Ja, iedereen kent natuurlijk, als je zegt Pink Floyd, gitaarsolo, dan zegt iedereen natuurlijk The Wall. Ja. Dat is natuurlijk ook mijn allereerste kennismaking met hem. En ik vond dat zo. Ik zat altijd te wachten op die gitaarsolo. Yeah. Tot die kwam, weet je wel. Ja, dit is het. Weet je? Ja, vette. Ja, dat, hij heeft al zijn gitaar aan het verkopen. Of in ieder geval een heel groot gedeelte, geloof ik. Echt waar? Ja. Nou, ja. Dat wist ik niet. Ja, dat stond vorige week, geloof ik. Of een paar weken geleden op internet. Dat hij echt heel veel met echt hele oude gitaren. Met, soms met serie nummer 1. Hij heeft de eerste Strat, geloof ik. Ja. Ja, ik geloof dat hij die ook aan het verkopen is. Dat is die gouden, geloof ik. Ja. Ja, hij is echt een grote opruiming aan het doen. Ik denk dat hij last heeft van zijn vrouw. Zijn vrouw zegt, jongen, we moeten echt eventjes een beetje ruimte maken. Dit kan echt niet zo. Bij zo'n gast heb je het ook wel over 300 gitaren waarschijnlijk. Ja. 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 Heb jij veel gitaren? Ja, tenminste, ik wil dus veel. Ja, nee, je hebt er nooit genoeg. Ik heb er een stuk of 30, denk ik. Oh, ja. Wat ik wel heb, is dat het allemaal goede gitaren zijn. Ja. Dus ik heb niet, en dat bedoel ik niet verkeerd, maar bij mij vind je geen Squiertjes. Nee. En, dat moet wel gewoon kwaliteit zijn. Ja. Ja, nee, maar dat is niet eens, want je kan te gekke Squires hebben. Maar ik heb mijn hele jeugd, zeg maar, heb ik gewoon op één gitaar gespeeld. Ja. Dat was gewoon een goede Strat. En vanaf dat punt heb ik, dat was de gitaar die ik van mijn vader kreeg. Ja. Ik kwam bij, Servaas vandaan in Den Haag. Ah ja, Servaas, ja. En ja, de eerste gitaar die ik daarna kocht, ik was toen al beroeps. Ja, dat was dan meteen ook een goede gitaar, weet je. Dan kocht ik geen bullshit. Dus ja, door de jaren heen heb ik gewoon echt mooie gitaar omheen verzameld. Ja, en het is ook een goede investering, hè? Ja, zeker. Het wordt gewoon niet minder waard. Nee. Wat dat betreft. Nee, dat, ik ken dat wel. Ik heb zelf niet zoveel. Ik denk dat ik een stuk of, hoeveel heb ik daar? Een stuk of 12 denk ik dat ik het heb. Ja. En daarvan zijn er 10 goed. Weet je wel? Dat. En ik heb nog wel mijn allereerste Squire. Je had wel een Squire. Ja. Dat was de eerste die ik zelf kocht. Ik was 14 volgens mij. Ja. En ik heb een, toen voor mijn verjaardag kocht ik een Squire en een klein versterkertje. Een klein Fender versterkertje. Zo'n Fender Champ. Weet je wel, ja, zo'n, fantastisch. Die rode knoppen. En ja, dat was mooi. Dat was van mijn spaargeld. Weet je, tot dan toe. Wat ik tot dan toe mijn hele leven had gespaard. Ja, die Squire. En ik had mazzel. Want je kan een slechte of een goede Squire hebben. Voor de mensen die luisteren denken van, wat is een Squire? Nou, een Squire is eigenlijk een budget Fender model. Volgens mij in Japan gemaakt of in Korea. Ik geloof Japan. Japan, hè, ja. Oh, trouwens, overal Korea ook. Japan. Ja, die dingen worden overal, waar het goedkoop is, daar komen ze vandaan. En je kan met Squires mazzel hebben dat je net even een goed stuk hout hebt. Of weet je, dat het goed in elkaar is gezet. En dan heb je geluk. Dan heb je geluk. En die zijn er, hoor. Ik heb fantastische Squires gespeeld. Ja, ja. Ja, mooi is dat, hè. Even kijken. Ja, het moment dat jij dus 15 bent en professioneel muzikant bent. Ja. Eerst twijfel, weet je. Want ik had wel dingen uitgestippeld. En muzikant, daar kun je toch niet van leven, weet je. Ja. Dan krijg je dat soort vragen. En dan krijg je, gelukkig, mijn ouders, die waren heel open-minded. Hebben ze je nog op de
schaduwzijdes gewezen? Nee, nooit. Nee. Nee, en daar ben ik ze echt dankbaar voor. Ja. Weet je, die hadden zoiets van, ja, het was wel raar van, ja, dan kan je niet meer naar school. Maar zij zagen ook wel dat voor mij op dat punt in mijn leven was de gitaar echt alles. Ja. Echt, ik was alleen maar met mijn gitaar bezig. Ja. En ja, dat gaf mij in die tijd, toen ik 5 dagen daarna werd ik 16. Dus het was echt op de rand van dat ik 16 werd. En ik was toen dus gewoon optredend muzikant. En ik verdiende daar heel goed mee. Ja. En ik had dan wat gitaarleerlingen, weet je. Dus dat deed ik erbij, vond ik leuk. Maar dat gaf me heel veel tijd om veel te studeren. En dat deed ik ook. Ik zat, mijn zusters bijvoorbeeld, mijn oudste zus, die moest dan 6:30 met de bus naar Amsterdam. Die had daar een baan als, weet je, boekhoudkundig medewerker of zo. Administratief medewerkster. En om 6:30 kwam het vaak voor dat ik dan nog gewoon beneden zat. Ja. Op de bank. Met mijn Ibanez Rock and Play cassette recorder, weet je, dan kon ik dingen vertragen. En... Oh, te gek. Oh, ja. dat heb ik nooit gehad. Dat was gewoon een soort van soort loop trainer-achtige. Ja, nou, wat je nu eigenlijk, dat soort shit heb je nu allemaal op je computer. Maar toen had je, dat was nog pre-internet. En had je er kon een bandje in en dan kon je hem op half speed zetten. En dan ging je alles ging er op tafel naar beneden. Ja. Er zat nog een pitchknop op. Dan kan je hem net eventjes, als het liedje bijvoorbeeld in sommige gevallen in de jaren 60 stonden ze altijd even te laag of even te hoog. Ja. En dan kon je hem iets pitchen. En er zat dan een hele lelijke distortion op die je dan op je hoofdtelefoon hoorde. Ja, te gek. En dan op die manier aan, dan zocht ik, weet je, al die shit uit van, weet ik veel, Dream Theater en Vai en Van Halen en weet ik veel. Alles kwam voorbij. Alles wat ik tof vond gewoon. Ja, super. Je zat toen heel erg op de techniek. Heel erg op techniek, ja. Ja. En heb je denk later, heb je daar veel profijt van gehad, denk je? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Ja, later wel dingen opnieuw moeten ontdekken. Ik heb dat gelukkig niet te lang gedaan. En gelukkig omdat ik ook les gaf, weet je. Dan krijg je toch altijd mensen die... Die beginnen. Ja, maar die willen ook wel dat stuk van de Smashing Pumpkins horen. Of wel die solo van Hendrix. Dus precies. Ik, weet je, ik was wel met alles bezig. Maar ik ben wel blij dat ik die techniek, dat ik dat destijds... dat ik dat allemaal heb doorlopen. En ik heb ook de juiste mensen in die periode in mijn leven. Jan Akkerman, die kwam in Volendam wonen in 1992. Huh. Of 1990 zelfs. Jan had destijds, die ontmoette Marianne, zijn vrouw. Mm-hmm. Dat was een Volendamse. En vreemd genoeg ben ik bij Jan in die periode altijd welkom geweest thuis. Zo. Dus moet je even voorstellen. Dat was wel even een eer. Dan stond ik daar voor de deur. Ik ga altijd gewoon door het midden, weet je. Ja. Dus ik stond daar gewoon met mijn gitaar zo voor de deur van. Ik ben Jaap en... hij kende me, want ik heb ooit een keer een handtekening aan hem gevraagd in de lokale omroep. Maar in ieder geval stond ik daar voor de deur en... nou, kom maar in. Nou, echt. Dus de deuren van de hemel gaan open. De deuren van de hemel ging open. Dus ik zat daar als 15-jarig jochie en bij Jan op de bank. En Jan had zijn hele mooie Gibson L5. En dan stond daar zo'n... had hij een Gibson... hoe heet hij ook alweer? Daar kom ik niet meer op die naam. Ook een hele mooie... hoe heet het? Hollowbody. Ja. Ja, hoe heet hij nou? Een Johnny... Kom ik later op. Ja. Fantastische gitaar. En dan gingen we zitten. Dan zegt Jan, speel eens wat. En ik speel. Dat is helemaal ruk. Weet je? Want ik zat alleen maar met Vai bezig. Weet je wat jij moet doen? Jij moet meer naar Django luisteren. Oh, joh. Zo kwam dat. Dus dan stuurde Jan mij naar huis met... Django Reinhardt. Django Reinhardt. En dan kreeg ik zo'n cd'tje mee. En dan de volgende week, dan zei hij, ga maar eens nuages uit je hoofd leren, weet je. Ja. Dus dan kwam ik de week erna, dan kwam ik daar bij Jan. En dan... Een week erop, dan zei Jan, oké, Wes Montgomery, weet je. Dan, ik bluffte me daar doorheen, want ik had toen niet zoveel met jazz. Maar ik deed dat, want Jan vroeg dat, dus ik ging dat uitzoeken. Hij zette jou op het spoor. Hij zette mij op het spoor, weet je. En toen ben ik een klein beetje de andere kant uitgegaan. Ja. En 2 jaar later, in 95, dan ontmoette ik een hele goede vriend van me is geworden. Die zat helemaal in de bluegrass. Die had een muziekwinkel hier vlakbij in Oosterhuizen. En die kwam later met zijn muziekwinkel naar Volendam. Ja. En dat werd dan weer een bolwerk van allemaal gitaristen daar iedere dag. Dus Akkerman kwam er altijd 's middags even een bakje halen. Ja. En die heeft me op het spoor gezet van bluegrass. Kijk. En dan pak je daar weer wat van mee. Ja. En dan jaren later je hebt dat zelf meegemaakt. Zeker, ja. Nee, absoluut. Je hebt mensen nodig die af en toe wat aanreiken, denk ik. Hè? Dat is heel belangrijk. Want van daaruit kan je jezelf weer ontwikkelen.
Hey, maar wanneer ben jij begonnen met de 3J? Volgens mij was het 2002, toch? 2002, ja. Dus in die periode daartussen. Dus dat je 15, 16 jaar bent. Bij Jan Akkerman over de vloer komt. Jezelf echt ontwikkeld als gitarist. Schreef je toen ook liedjes? Of was dat niet iets waar je mee bezig was? Ik ben in 1996, geloof ik. Ben ik voor het eerst gaan schrijven. Liedjes gaan schrijven. Ja. En dat was een project. Dat heette Blue Bus. En de bandnaam was vernoemd aan de kleur van de bus die wij met Jan Rog hadden. Dat was een hele lelijke blauwe bus. En wij wilden gewoon rockmuziek maken. En wat deden we? Ik kende toen Jan Dulles al. En die had niks met die band te maken. Jaap Schilder, dus de vader van Jan Schilder uit de band, die was toen ook al gestopt. Dus ik was de enige nog in Jan Rog. Maar wat we deden was samen met Jaap en Jan gingen we gewoon liedjes maken. En dat zou een rockproject worden en daar hebben we jaren aan gewerkt. Dat deden we bij Studio Arnold Muren. Ja. En op de een of andere manier was het gewoon zo dat we daar niet... Ja, we kregen daar gewoon geen contract mee. Nee. Dat lukte gewoon niet. En uiteindelijk, na een jaartje of 8 deed je demootjes opnemen en echte opnames doen. Ja. Toen stonden we op het punt om daarvoor getekend te worden. En toen kregen we een of andere rukdeal van de maatschappij. En voor de lol namen we 3J's op. Ik had toen in mijn oude huis hadden we een studiootje gekocht. Ja. Om dus Engelstalige demos op te nemen. Voor Blue Bus. Ja. En die Nederlandstalige liedjes, daar maakten we dan een cd'tje van. Dat verkochten we. En dat konden we weer in dat Engelstalige project stoppen. Ja. En toen hadden we eigenlijk niet door dat het Nederlandstalige project... Dat mensen dat tof vonden en dat Engels niet. Ah man, zo gaat dat vaak, hè? En toen werd dat opgepakt. Ja. Het ligt gewoon voor je neus, maar je ziet het niet. We zagen het niet. Nee. Maar jij was dus ook altijd al heel erg geïnteresseerd in studiotechniek. Ja, ja. Weet je nog waar je toen mee opnam? Wat waren de eerste dingen waar je mee opnam? Hé, dat is lachen hoor. Nu ga je... Nu gaan we de diepte in. Ja, nu gaan we de diepte in. Dat kan, dat is een podcast. Ah, dat was te gek. Nou, mijn eerste studioclussen deed ik toen ik 17, 18 was bij Studio Arnold Muren. Dus toen, dat was wel leuk. Die vroegen mij dan, als we wel eens gitaristen uitvielen, dan... Short notice. Ja. En dus zo had ik dat al een beetje gezien, hoe die dingen werken. En ik had echt in die tijd echt fucking veel spullen en heftig, weet je. Ja, gewoon ja. Rekken met 19-inch apparatuur. Ja, dat was echt, dat was echt te grappig. Maar onze eerste studio thuis... Dat was we hadden toen een PC en ik had een van DigiDesign. Dat was een van de weinige kaarten hadden die. Dit was de Audio Media 3. Dat was de eerste Pro Tools kaart. Ja. Dus ik geloof dat 1998 of zo dus moet geweest zijn. Of 97. Ja. En dat liep voor geen meter. Nee, dat was helemaal ruk in die tijd. Hè? Die drivers werkten niet en het was helemaal kut. ASIO drivers. Ja, het was erger nog. Dat DirectX. Moeilijk, ja. Het was verschrikkelijk. Oh, man. En ik weet nog een keer dat ik Piet Sauer, arrangeur, hij heeft ooit nog wel aan het Songfestival geloof ik meegedaan, maar ik weet het niet meer. Maar Piet Sauer die kwam destijds eens een keer bij mij thuis en dat was de eerste en de laatste keer. En toen moest ik een studioclusje doen. En ik zeg, dat kan ook wel bij mij thuis. Ah, dat werd natuurlijk een drama. Ja. Want die kabels die hingen echt aan de lamp. En dat moet op dat komen. Maar ik wist helemaal niks van dat soort shit. Ja. Het enige wat ik kon was dan gewoon opnemen. Ja. En nou, je had nog geen plugins. Het was allemaal niks. Echt pionieren. Het was echt pionieren. Ja. Dus dat was een audio media. En ik deed dat dan met een... gitaren namen we op met een... die Marshall, ik had van die speaker simulators. De SE-100. Ja, dus dat kon ik rechtstreeks inpluggen. Te gek. Maar ja, voor die tijd? Voor die tijd, wel ja. Maar die dingen die kwamen ooit in 93 uit. Die zijn nog steeds wel oké, trouwens. Ik heb ze nog. Oh. Allebei. Tof. Goede units. Geld waard. Ja. Of niet. Of niet. Maar dan nam je al op met een soort van voorloper van Pro Tools? Of gewoon echt al Pro Tools... Nee, toen had je nog... Pro Tools deden toen alleen op een Mac. En ik ben in 2004 ben ik geloof ik pas Macs gaan gebruiken. En toen, dus je zat altijd op PC's. Had je toen Cubase of zo? Cubase, ja. Daar ben ik ook mee begonnen. Cubase 3 was dat destijds. Oh, ja. Nou, je had nog die hiervoor, Cubase SX had je nog. Ja, ja precies. Zwart-wit, dat werkte op Atari. Atari inderdaad. Ja. Ja, dat heb ik nooit gehad. Dat is echt voor mijn tijd geweest. Bij mij is ook begonnen met Cubase. Mijn gitaarleraar die had daar een gekraakte versie van. Weet je wel, zo ging dat dan. Alles was gekraakt. Ja. En was van hier, maak me even een kopietje, weet je wel. Nou, dan heb je thuis in de CD-burner. En dan had je, ik had zo'n Soundblaster geluidskaart. Ja, die heb ik ook nog gehad. Op zich werkte dat prima. Dat werkte prima, maar waar ik dan achter kwam, je had natuurlijk nog geen internet. Dus dan
dacht ik, oké, ik heb een liedje geschreven, dan wil ik het opnemen. Dan had je zo'n plastic microfoontje, weet je, zo'n dun microfoontje. Dus dan zette je hem. Oké, ga ik opnemen, klik trekken. Oké, ja, is goed. Nou, dan begon ik te spelen. Ik denk, dan wil ik nu nog een gitaar eroverheen opnemen. Maar dat, ik denk, hij neemt niet op als ik afspeel. Hoe kan dat nou, joh? Dat kon niet. Nee, dat kon niet, want... Wat bleek, die geluidskaart was half duplex. Tuurlijk, en het moest full duplex zijn. Ja. Alleen, ik zag dus wel in die options, zag ik zo half duplex, full duplex. Maar full duplex was grayed out. Dat kon ik niet kiezen. Maar je had nog geen internet. Ik had geen handleiding. Dus ik dacht, ik zat de hele tijd naar dat grayed out ding. Ik denk, dat is het. Het moet, als het full duplex is. Dus wat deed ik? Ik nam het op mijn Ghetto Blaster. Vervolgens speelde ik dat dan af over mijn koptelefoon. En dan nam ik weer gewoon op. Dat is niet gek. Nee, maar met als gevolg dat je natuurlijk alles gelijk moest gaan leggen. Die te maken had met tracking. Omdat je natuurlijk die koppen van dat tape dekje dat liep. Nou, dat is een drama, jongens. Ja, dat kan ik me voorstellen. Jarenlang heb ik zo opgenomen. Tot ik op een gegeven moment het geld had om een geluidskaart te kopen die full duplex was. Nou, toen ging er een wereld voor me open. En welke was dat? Dat was een, dat weet ik nog wel. Een Guillemot. Dat was volgens mij een Frans merk, geloof ik. En die had 4 inputs. Vier inputs en 4 outputs. En ook digitaal in, weet je wel. SPDIF via licht, over licht. Dus ik had zo'n minidisc dingetje. Dus daar kon ik zeg maar in met zo'n lichtpijp. Ja, en dan kon je opnemen. Kon ik opnemen. Dan dacht ik van, kijk, dan heb ik het op minidisc staan. Wat ik er verder mee kon helemaal niks natuurlijk. Want ik kon net zo goed op een cd'tje branden. Maar dat was in die tijd, hè. Het was echt pionieren. Het was zoeken en... Leuk trouwens, hoor. Heel leuk. Heel leuk. Heel leuk. Ik denk wel eens bij mezelf... Als wij in die tijd al internet hadden gehad... dan was het allemaal veel sneller gegaan. Ja, maar ik vind wel dat ik... sinds er internet is en sinds er pc's zijn... het heeft ons veel gebracht, maar... heeft het ook heel veel tijd gekost. Ja, afleiding. Zeker. Zeker. En wat ik ook wel eens heb is dat... doordat je gedwongen wordt om dingen te doen met minder... word je creatiever. En ik heb nu heel vaak dat ik denk... oké, ik wil een tutorial kijken van iets... maar dan is er zoveel keus... dat ik gewoon verzand in... en dan denk ik, oh, wacht, om even op Facebook kijken. Weet je, en dan ben je weer weg. En dan ben je weg. En dat had je toen niet. Je had toen alleen maar dat microfoontje... die soundblaster en die gekraakte versie van Cubase. En een keyboardje met een beetje MIDI. Weet je wel, General MIDI. Ja. En dat was het. Heb jij ook nog harddisk recorders gehad? Moet ik even goed nadenken. Dat was op een gegeven moment ook zo'n fase. Die kwamen toen ook op. Gewoon, daar kon je dan ook al... er zat een harddisk in van een paar honderd megabyte. Ja, ik weet wat je bedoelt. Van die Roland had die dingen... Ja, Korg hadden ze ook. Zo'n D16 was dat, geloof ik. Ja. Die had ik dan op een gegeven moment. Die dingen waren schreeuwend duur. En een interface om te janken. Ja. Want het was allemaal op zo'n heel klein schermpje en dan moeilijk, weet je wel. Heb jij dat... Nee. Tenminste, ik heb wel een aantal van die dingen gehad. Maar op zich werkte dat gepionierde... dat pleurissootje bij mijn ouders boven, dat werkte dan voor wat wij nodig hadden. Weet je, wij maakten gewoon demootjes. En voor de rest gingen we dan naar Arnold Muren en daar namen we dan op. Nee, dat Jan Thomas natuurlijk gewoon echt een wereldstudio hier om de hoek zit. Ja, en dat die destijds de kans gaven om op te nemen op basis van No Cure, No Pay, weet je. Dus we hadden een soort samenwerking. Later is dat, we zijn weer goed. Later zijn we tegenover elkaar komen te staan toen wij met de 3J's verder gingen. Ja. Dat was gewoon even een impopulaire keuze richting een aantal mensen. Maar ja, dat moest. Zo gaat dat. Zo gaat dat. En we hebben het ook, we zijn in het ongelijk gesteld destijds. Of tenminste, we zijn er allemaal uitgekomen. Oké, dat is echt wel een rechtszaak dingetje geworden toen. Bijna rechtszaak, ja. Moet je horen, we hebben toen ook gezegd, luister, jullie hebben gelijk. En we moeten daar gewoon uitzien te komen. Precies, ja. Maar dus tot die tijd hoefden wij dat niet zelf te doen. En omdat wij die Engelstalige plaat aan het opnemen waren, wilden we die demo's beter maken. En toen kochten we een Digidesign. 002 was dat toen. In 2004, 2005. Ja. Toen begon het een beetje leuk te worden in die tijd. Ah, toen was het, dat was het. En toen een Mac. Jezus Christus, man. Ik dacht echt, wat is dit? Ja. Alles werkt. Ja, dat hè. Inmiddels ook niet meer helemaal aan de orde met nieuwere Macs. Maar toen in die tijd... Oh, feilloos. Echt een verademing. Het was een verademing. Ja. En toen een man. Daar kunnen we ook een podcast aan wijden. Ja, Pro Tools natuurlijk. En dan kom je natuurlijk op de... Althans voor mij nog steeds de grote zoektocht. Hoe neem je zo'n gitaar... Nou, zo goed mogelijk, omdat die klinkt zoals het in je hoofd klinkt. Is dat voor jou ook nog steeds een zoektocht? Of? Want toen was het gewoon zo. Wij hadden een Röde NT2, hadden we in die tijd gekocht. Dat was toen een van de eerste echt betaalbare goede condensatormicrofoons.
En het is zo dat ik dacht gewoon van die zetten we er gewoon voor. Ja. Ja, dat, tuurlijk. Ja. Nu weet ik beter, want tegenwoordig, ik produceer nu zelf ook en ik weet inmiddels mix ik ook. Dus, ja. Maar ik zet het er gewoon voor. Maar je moet natuurlijk gewoon goed luisteren. En maar daar had je geen tijd voor. En ik moet je zeggen, dat we doen er nu heel spastisch over. Hè? Want ik ga mezelf nu tegenspreken, maar wij wonen destijds in een heel klein huisje, mevrouw en ik. En toen nog mijn vriendin. En dat kamertje dat resoneerde als de pest. Ja. En met een schuin plafondetje. Weet je, hier zitten we nu met best al... Ja, dat is allemaal akoestisch verantwoord. Ja. Ja, zeker. Nou, dat niet. En dan een harde grond, dus alles kletteren. En die microfoon die zette ik er gewoon voor. We hebben daar het album Watermensen opgenomen. Ons debuutalbum. En dat is gewoon afgemixt. 2 keer trouwens. We hebben hem 2 keer uitgebracht. 1 keer lokaal. Ja. En toen verkochten we gewoon 2000 albums. Zo. En toen dacht, weet je, toen kwam daar een platenmaatschappij bij. En ik denk dat die momenteel zelfs al 50.000 gepasseerd is. Zo, hey. Maar wij hebben alleen maar voor goud hebben we destijds een plaat gehad. Want dat is al te lang geleden. Ja. Maar die plaat is dus zo slecht op mijn kamertje opgenomen. En als je die aanzet, dan denk je, nou, die klinkt gewoon te gek. Ja. Met andere woorden, het zegt iets ook over de kwaliteit van de engineer, van de mixer. Tuurlijk. Maar ik kijk er ook niet meer zo spastisch tegenaan, nee. Weet je. Van... Ik heb exact zo'nzelfde fase doorlopen dat ik heel erg bezig was met, oké, ik moet allemaal kloppen. En inmiddels denk ik van, ja, als het goed klinkt, dan is het goed. Ja. Toch? Dat is het. En want vroeger, hè, dan ga ik weer terug naar begin 2000, eind 90. Dat je dan ging een beetje pionieren zelf. En dan was je vooral bezig met van, wauw, het kan. Ja. En je was niet bezig met hoe je het dan zo goed mogelijk kon laten klinken. Dat was bijzaak eigenlijk. Want, oh, moet je horen, klinkt toch net echt. Weet je, dat had ik zelf altijd. Ja. En, maar dan, op een gegeven moment ga je door zo'n fase heen van, dat je dan langzaam je gaat ontwikkelen van, oké, ik kan het steeds beter laten klinken. En je leert een beetje de technieken, ook als je veel in studio's werkt. Nu kunnen we het zelf. Ja. Weet je, dat is wel, ik vind dat heel bevrijdend. Aan de andere kant ook gevaarlijk, want tegenwoordig lopen er meer producers rond dan... Absoluut. Snap je? En absoluut. Ik ben er toch achter gekomen. Ik vertelde je net, weet je, even buiten de podcast, dat ik was van de week weer bij Gordon Grootheide. Ja. Dat is gewoon iemand echt nog uit de tijd dat het gewoon met banden en met ook pionieren, weet je. Ja. En als je met zo iemand werkt, iemand die echt dat alleen doet, dan merk je toch wel van, ja, eigenlijk weten we helemaal geen fuck, weet je. Nee, nee. En dat is het. En tegenwoordig roept iedereen, weet je, van, ja, ik ben producer en ik ben dat en zus. Maar nee, kijk, je hebt natuurlijk altijd buitencategorie. Ja. In elk vakgebied heb je de buitencategorie. En ik denk altijd dat je heel goed moet kijken naar, waar ben ik nu in mijn carrière? Wat kan ik zelf eraan bijdragen? En wanneer ga ik weer met mensen samenwerken die mij weer verder kunnen brengen, verder dingen kunnen bijbrengen, leren. Weet je wat, het is allemaal fases en allemaal momenten waar je dan in zit. Ik wil, voordat we verder gaan, want we zijn al bijna 40 minuten aan het ouwehoeren. Ik heb wat dilemma's. Even om een soort van halverwege, nou, we zijn al over de helft, denk ik. Maar welke gitaar pak je als eerste als je huis in de fik staat? Meloden O38. Natuurlijk eerst je gezin, zorg je dat in veiligheid is. En dan, ja, dat, ja, maar je zei welke gitaar. Ja, tuurlijk. Nee, ik had er nog achter willen zeggen dat je dat eerst natuurlijk moest doen. Maar vertel, die gitaar, wat is dat? Die hangt achter je. Dat is in de hoek. Ja, ik zie hem. Ja, dat is die gitaar heb ik gekocht op mijn 18e van al mijn geld. Australisch merk, toch? Nee, Iers. Iers, ja, dat was Ed Sheeran speelt er nu op. Die heeft nu zijn signature. Zijn signatures zijn nu Lonens. En hij heeft nu ook Sheeran guitars. Wordt ook door George Lonen gemaakt. Ja. Die gitaar, ik ging naar die winkel in Oosthuizen. De winkel van Ben Brouwers. Fantastische bluegrass gitarist. 3 jaar geleden gestorven. En de gitaar die hiernaast hangt, is trouwens de gitaar van Ben. Die heb ik van hem, van zijn vrouw gekocht. Santa Cruz. Dat. Maar lang verhaal, ik kwam met in die winkel. En ik ging natuurlijk met een andere gitaar, kwam ik bij Jan Akkerman thuis. Ook een Loden. En van Koa, die zag er heel fancy uit. En Jan zegt, ja, je hebt de verkeerde gitaar gepakt, weet je. Oh, echt? Ja, echt. Dus ik met Jan weer naar Oosthuizen. Hij zegt, ga nou nog maar eens een keer luisteren. Dus hij gaf die O38 aan me. En ik, maar die zag er veel minder fancy uit. Achteraf, die gitaar was nog een stuk duurder. Maar... En ik speelde daarop. En ja, inderdaad, die gitaar die klonk gewoon mooier. En eigenlijk, die had veel meer gelaagdheid. Kan je laten horen wat hem zo speciaal maakt? Die gitaar, ja. Ja? Dat kan ik. Dan ben ik wel benieuwd. Ik denk dat de mensen die luisteren ook wel tof vinden. Want... Even te horen doen, ja.
Hij hangt er toch. Nou, dit is een, sowieso een, dit is een, dit noemen ze Premier Range. Dit is het topmodel van Loden. En deze gitaar is dus helemaal van Rio Palisander. Dus de achter- en de zijkanten. Ja. Dus ik kan met deze gitaar ook niet meer reizen. Ik heb nee, hè, dat, nee. Is, dat mag niet meer. Er is wat veranderd in die wetgeving. Ja. Dus deze gitaar wordt gewoon in beslag genomen als je geen... Dus je mag eigenlijk Volendam niet meer uit. Deze mag Volendam niet meer uit. Mag je sowieso niet. Buiten de stadsgrenzen komt er word je opgepakt. Ja. Nou, je ziet al hoe deze gitaar eraan toe is. Ja, het is echt, hier hebben wij mee gewerkt. Hier hebben we alles mee gedaan. En, deze heeft allemaal alles gekost wat ik destijds had. En dit is... Ja. Warm, hè? Hij is heel hard. Maar wat bij deze gitaar goed in is, is als je gebroken speelt, dus dit soort dingen. Ja. Ja, het is prachtig. Ja, ik vind hem een hele mooie onderkant ook hebben. Ja. Hij is allemaal heel mooi in balans. Ja. En vorige week ook weer bij een sessie neem ik hem mee. En als je gewoon hout zoekt, gewoon een echte eerlijke houtklank, dan kom ik altijd bij Loden uit. Ja. Ik heb er twee, ik heb 1038 en een S23. En dit is, vind ik nog steeds het mooiste akoestische gitaarmerk. Wie speelt er nog meer? Is dat Tommy Emmanuel die er ook op speelt? Nee, dat is Meten. En dat is volgens mij Australisch, of niet? Dat is Australisch. Ja, dat ben ik minder waar. Nee, Loden wordt door... John Mayer heeft er eentje cadeau gekregen van Ed Sheeran laatst. Oh, een hele mooie. Waarschijnlijk niet geheel toevallig. Niet geheel toevallig. even kijken, wie speelt er nog meer op? Hoe heet die gitarist ook weer? Die heeft een signature model zelfs... Zoeken we even op, inderdaad. Dan ga je gewoon verder met je volgende vraag. Ja, volgende vraag is, je hebt je gezin en deze gitaarveiligheid gebracht. Je mag ook één stompbox meenemen. Welke neem je mee? Je mag er één kiezen. Eén stompbox. Dan zou ik toch zeggen, qua distortion vind ik mijn Femurum, hoe heet die? Gen Ray, vind ik waanzinnig. Ja. Is dat een kanaals ding? Een kanaals dingetje. En dat is gewoon een soort boutique distortion pedaal. Welk merk zijn we? Dat klonk Femurum. Oké. Okay. Nee, dat zegt mij zo eens. Ja, dat moet je checken. Dat ga ik zeker checken. Dat is echt heel goed. Ik zal even voor de mensen die ook kijken. Want je kan ook kijken. Deze podcast is opgenomen met 3 camera's. Het mag wat kosten, mensen. Dus het staat ook op YouTube. Dus als je dit hoort nu in je auto. Dan je denkt van waar heeft hij het over? Nou, dan moet je even naar YouTube gaan. Dan kan je gelijk even abonneren. En dan zal ik in de description even een linkje plaatsen naar het pedaaltje wat Jaap bedoelt. Dat is, en ook een link naar Loden gitaren. Zodat je dat even kan opzoeken thuis. Oké, favoriete akoestische gitaar hebben we net behandeld. Wat is je favoriete elektrische gitaar die je hebt? Dat vind ik heel moeilijk, maar ik moet hem kiezen. Hè? Ja, je moet er echt één kiezen. Ja, ik moet erbij zeggen, ik heb niet één. Ik kan niet zeggen, kijk, iedere elektrische gitaar is anders. En ik heb nooit echt een elektrische gitaar gehad waarvan ik vond dat die alles kon. Nee. Maar hiernaast bijvoorbeeld, het is wel een leuk verhaal. Ik heb hier een, dit is een Les Paul uit 73, een Deluxe. Kijk. En dit is wel een leuk verhaal. Dit is het verhaal, zeg maar, van het oude vrouwtje, weet je. Die bij de winkel kwam en deze is van mijn zoon geweest. Vrouwtje van 80. En ik kom echt 5 minuten later kom ik in die winkel. En ik zeg tegen die eigenaar die ik goed ken. Ik zeg, als je nou eens een keertje tegen een Les Paul aanloopt. En hij zegt, nou, je gaat het niet geloven. Ja. Je gelooft het nooit. 5 minuten hiervoor kwam er een vrouwtje. En die had, die heb ik 500. Hij was echt wel gebruikt. Ja. En dus als jij mij 550 euro geeft, nee. Dan is het echt gebeurd. Dus ik kom met die gitaar. Ik heb er wel een nieuwe stemmechaniek op moeten zetten. En ik heb hem opnieuw moeten laten vetten. Holy fuck, dat ding is nu echt gewoon het 5-voudige waard, denk ik. Deze is wel het 10-voudige waard, denk ik. Wow. Maar waanzinnig, weet je. Een hele fijne, hij is keihard, hoor je. Ja. Echt een Les Paul klank. Ja. Dit vind ik bijvoorbeeld gewoon een hele fijne gitaar. En, maar ja, ik blijf... Wat ik ook heel fijne gitaartjes vind is Volreden. Dat is een Nederlandse bouwer uit Delft. Okay. Die bouwen echt voor een habbekrats. Bouwen ze echt topspul.
Okay. Daar heb ik er ook 3 van inmiddels. Ik heb ook Sewers, ik heb Gretches, ja. Weet je. Eigenlijk, ja, ik vind het zo moeilijk. Laten we zeggen deze. Ja, oké. Okay, de Gibson Les Paul 73. Ook gewoon het verhaal erachter is natuurlijk gewoon... Ja, het verhaal is goud, goed. Hè? Ja, dat is te gek. Even kijken. Fingerpicking of slag? Slag. Slag. Oké, okay, fingerpicking... Ik ben een fingerpicker. Ja. Maar ik vind dat slag... ik ben een goede, ik durf te zeggen dat ik een goede fingerpicker ben. Maar ik vind dat slag ondergewaardeerd wordt. En ik zie veel te veel gitaristen die dat onderschatten. Ja. En ik vind dat je... Ja, dat slag nog steeds wel... Ja, een liedje... Kan tillen. Ja, en op kan tillen. En ja, fingerpicking is toch meer iets wat erin ligt? Of, ja. Hè, als het, Maar fingerpicking als niche ding, weet mm-hmm. je. Zoals, nou, Meyer heeft dat, die is daar natuurlijk ja. die is daar waanzinnig goed in. Ja. Maar er zijn er natuurlijk nog gekkere. En dan, ja, dat is mooi voor een liedje. Maar slag is iets dat altijd terugkomt. En in ieder beentje moeten we wel een slaggitarist als ja. het aan het spelen zijn. En ik vind gewoon dat niet veel gitaristen dat snappen. Klopt, nee, het is iets, vaak doe je te veel. Ja. Of je zit de basgitaar in de weg, of je zit de toets in de weg, of je zit elkaar allemaal in de weg en daar... Plectrum. Ja. Weet je, heel veel gitaristen die spelen met bijvoorbeeld slag met dezelfde plectrum als waar ja. ze mee... Dat is ook zoiets. Nou ja, dat is mijn, mijn volgende vraag. Wat is jouw favoriete plectrum? Ja, die heb ik niet. Nee, nee, dat is hartstikke moeilijk. Ik speel wel op Dunlop, maar ik heb ze allemaal, weet je. Ja, ja, ik op de een of andere manier kom ik altijd terug bij die gele. Ja, die Tortex. Tortex, ja. Ja, op de een of andere manier dat... Het is heel raar, daar begin je dan ooit mee of zo. En dat, maar is dit een dik of is het dit is een iets dikker volgens mij? Dit is 1 millimeter. Oh, ja. En dat is dan mijn standaard plectrum. Maar als ik slag speel, dan pak ik bijvoorbeeld een 0,6 of 0,5. Ja, dan pak je die lichtgrijze of die misschien soms die witte zelfs. Soms wel. Zelfs wel wit, dat is gewoon papier. Maar dan krijg je een heel mooi zijdeachtige... Precies, echt zo'n sheen krijg je dan. Ja. En dat, ja, ik vind dat je zo moet je met slag, zoals alle elektrische gitaristen met... Weet je, met pedaaltjes bezig zijn. Ja. Voor dat liedje heb ik dat pedaaltje en dan even een klein draadje. Ja, ik zie ze nooit. Voor dat liedje heb ik die plectrum nodig. Nee. Terwijl dat net zo belangrijk is. Nee, als je bijvoorbeeld... Hè, we hadden het net over John Mayer. Een van zijn vaste drummers, Steve Jordan. Ja. Nou ja, bijna als dus ook die gasten waar hij nu mee speelt. Sterling. Pakken, ja, Sterling inderdaad. Ja, die pakken gewoon voor elk nummer een nieuwe snare. Nieuwe snare. Want ja, dat is gewoon... Dat is hun ding, hun instrument. Dus ik ben het met je eens. Soms heb je gewoon een dikke plectrum nodig en soms een dunne. En heel vaak live... merk je dat de gitaristen denken, ja, het is allemaal veel te moeilijk. Of laat maar, ik pak gewoon één plectrum. Of ik denk er niet eens over na. Maar het kan net het verschil maken. Dus dat iets net een goede performance wordt. Of net even minder. Zeker weten. Het gaat om die paar procenten. Want iedereen kan op een gegeven moment spelen. Ja. Als je op een bepaald level zit. Iedereen is goed. Maar ook met jagen, weet je. Met hangen. Soms heeft bijvoorbeeld soms wil je met je akoestische partij net even voor de drummer uitspelen. Weet je, dat je een beetje jaagt. Om het liedje wat vaart te geven. En soms wil je hangen. Of dan heb je net een wat dikkere of een wat dunnere plectrum nodig. Als je wil jagen, dan wil je wat harder. Dan wil je net even dat ervoor kunnen zitten. Heel belangrijk. Ja, ja. Ja, dat is ook iets waar ik later pas achter ben gekomen. Dat ik dacht, oh, wacht even joh. Toen ik voor het eerst echt de studio inging. Ja. Dat dan inderdaad zo... dat was bij de vader van Bas van Wageningen. Van Ernst. De basement studio. En dan weet je, was het op een gegeven moment het moment daar dat je dan gitaar mocht gaan spelen. En dan zei hij, nou pak maar deze plek, gebruik deze maar even. En dan had hij zeg maar echt zijn favoriete go-to plek van hier, weet je wel. En dacht ik, wat is dit nou voor even dat dun dingetje, weet je wel. Dat, nou, hoor je hoe te gek het nu is? Ik denk, ja oké, ik snap het wel. Ik zou het misschien toch een iets dikkere gebruiken. Maar weet je, dat zijn er van die momenten waarop je denkt, oh wacht, dus zo kan ik er ook mee bezig zijn. Het zijn wel kleine eye-openers. Even kijken. Snaren. De Dario. Ik zit vooral even over de diktes in. Want ik dacht altijd dat hoe dikker de snaar... Hey, dat die al die bluesgassen, dat die allemaal op hele dikke snaren speelt. Dat is bullshit. Dat is dus bullshit verhaal. Ja, dat is bullshit verhaal. Daar ben ik dus een half jaar geleden pas achtergekomen. Ja. Ik dacht altijd dat Stevie Ray Vaughan echt op 0,12 of 0,13 snaren speelt. Nou, dat schijnt wel echt waar te zijn. Ja, ja. Ik weet het nu niet meer. Want ik hoorde dat verhaal laatst van, hoe heet die gast nou, van ZZ Top, Billy Gibbons. Ja. Dat die dus met B.B. King een keer een gesprek had. En dat die zei van, hey, wat voor snaren speel je? Ja, op 0,8 geloof ik of zo, weet je wel. Brian May ook. Ja, en dat hij echt zo van, hé, speel jij op 0,8?
Ik dacht dat jullie bluesgasten altijd op 0-11 of 0-12 speelden. Dat is B.B. King, ja. Maar dat is veel te hard werken. Ja. Jongen, doe er eens even normaal, weet je wel. Dus sindsdien speelt hij echt zo dun mogelijk. Ja, nee, ik ben gewend aan, ik vind 10 fijn. Ja. 0-10 is voor mij, maar ik heb inmiddels ook gemerkt dat het absoluut geen wet is. Dat het, nee. En sterker nog, het klinkt ook niet beter. Nee. Er zijn allemaal testen gedaan en sommige worden dan iets meer, weet je, iets meer hoog. Of, ja. Weet je, maar dat is allemaal bullshit. Verwaarloosbaar. Nee, ik heb serieus tot, wanneer was het, afgelopen september echt 0-11 gespeeld. Ja. Om die reden. Dat dacht, dan heb ik een dikke toon, weet je, nou echt pijn in mijn klauwen altijd, jongen, niet normaal. En toen hoorde ik dat, ik zat op YouTube en toen zag ik er voorbij komen. Ik stond op het punt om een theatertour te beginnen. Ik dacht, ja. Motherfuckers. Wie is er nou gek? Motherfuckers. Ik ben gelijk naar de muziekwinkel gereden en ik heb 010 gekocht, erop gegooid. Dit is lekker. Ja. Dit is lekker. Het voordeel is dan wel dat je in één keer weer voor je gevoel veel sneller bent. Als je in één keer op 010 speelt. Ja, en heb jij de indruk dat je minder snaren of weer snaren breekt? Nou, nee. 010 niet, nee. Nou, op 09 brak ik altijd wel snaren. Ja, ik ook. En ik heb ook een tijdje op van die hybride setjes gespeeld, weet je wel. 09 hoog en dan zwaar aan de onderkant. Heavy top, light top, heavy bottom. Ja, dat inderdaad. Ja, en dan brak ik inderdaad best wel vaak die hoge E-snaar. Ja. Dat had ik vaak, maar aan de andere kant... Ja, dus jij ook gewoon 010, dat is jouw... 1046, ja. En op je akoestisch? 1253. En allemaal D'Addario? Ja, maar ik op de een of andere manier... dat speel ik nu al een jaartje of weet ik veel 30. En ik wil nou toch eens een ander snaartje proberen. Ja. En dan wil ik wil Ernie Ball eens proberen. Ja, ja, ik zit meestal met elektrisch op Ernie Ball. Gewoon die standaard gele... Die slinkies. Ja, die slinkies inderdaad. Ik heb ook een tijdje op GHS gespeeld. Ja, Boomers. Die Boomers, ja. 011. Dat vond ik hele fijne snaren. Maar het is... Weet je, ik zou het liefst daar ook meer mee willen experimenteren. Maar op de een of andere manier heb ik dan het geduld niet voor. Nee, maar wij zijn wel een beetje dezelfde types, hè? Ja, denk het ook wel inderdaad. Ik denk, nou, dit werkt toch? Zo zit ik er ook in. Dit is toch goed, waarom zou ik nou... Ja, en dan ga je... Ik heb sowieso een pestpleurisekel, sorry, ik kom uit Den Haag, ik mag het doen. Aan het verwisselen van snaren. Heb jij dat ook? Ik doe het niet veel meer. Vroeger deed ik het bij iedere show. Ja. Maar ik heb wel een soort van maniertje daarvoor gevonden. Maar dan gewoon, weet je, is 5 minuten. En natuurlijk dan, alles ligt vol met snaren. En dan, weet je, je vingers even gedoe. Dan, ja, het is gedoe. Even gedoe. Dus nee, het is nooit leuk. Het moet altijd noodzakelijk kwaad. Ja. Maar ja, weet je, dan denk ik van, ja, om dan te gaan testen. En dan ring, ring. Ik hoor eigenlijk geen verschil. Weet je, dan denk ik, ja, fuck it, laat maar gaan. Maar het zou tof zijn als er snaren fabrikanten luisteren. En die zeggen van, jongens, we hebben wel een paar setjes snaren voor jullie. Nou, stuur me even een berichtje en dan gaan Jaap en ik ze gewoon testen voor jullie, hoor. Geen enkel probleem. Komt u maar. Ja hoor. Even kijken. Oh ja, Kemper of Buizenamp? Nou, ik speel sinds een, laten we zeggen, een klein, nou bijna een jaar alweer, speel ik op de Oxbox van Universal Audio. Oh ja. Nou, op Concertatie heb je daar ook. Ja, dat is voor mij dus echt Buizenamp. Ik was een van de eerste met een Kemper. Eind 2011. Samen met Gordon Grootheden. Die wees me daarop. Dus we waren er heel snel mee. Fantastisch apparaat. Maar wat ik mis is... als je op de een of andere manier dat gevoel van een eindbuis... Mm-hmm. Die aan het bewegen gaat, weet je. Die aan het plafond van het niveau... Het volumeplafond van een eindbuis... Dat is geen vast plafond. Dat beweegt. Dat kan compressen. Ja. En voor mij is, zeg maar, een Kemper is wel definitief. Ja. Dus ik kan met een, hoe goed het ook klinkt op de plaat, maar ik voel er niks bij. Je kan er niet meer uithalen dan dat het al is. Dat is het. Nou, ja, dat is precies wat het is. Jij kan het moeilijk omschrijven. Ja. En voor mij werd dat saai op een gegeven moment, hoe goed het apparaat ook is. En toen je krijgt het niet terug. Je krijgt niks terug. Nee. En dat merkte ik na, zeg maar, 6 jaar, zowel in theaters als gewoon in de studio op campers te hebben gespeeld. En ik ging weer op mijn Bogner. Ik heb zo'n Goldfinger 45. En daar heb ik de Universal Audio Aux achter gezet. En het voordeel van die Aux is dat het een loadbox is. Dus ik kan hem heel hard insturen. En dan gaat die versterker een beetje werken voor je. En ik ging beter spelen. Ja. En ik, fuck, dit is wat ik miste, weet je. Ja. Als ik hard die snaren aanslaat, dan weet je dan... Boem, ja. Je voelt die respons. Die respons kreeg ik terug. En nu ben ik eruit. Ik ga nooit meer gaat mijn versterker weg. Nee. Echt nooit meer. Ja, ik heb dus ook zo'n beweging doorgemaakt dat ik
Dus op een gegeven moment dacht van, ik speelde altijd op Marshall. Dat was in het jongerencentrum waar ik rondhing, stond dus een Marshallbox. En de plaatselijke gitarist had een Marshall versterker. En daar mocht ik dan op spelen. En dan dacht ik bij mezelf, dit is vet. Weet je wel, en dit is ook waar Hendrix op speelde. Marshall, JCM 800 geloof ik, weet je wel. Dat kwam voor mij het dichtst in de buurt. En dan op een gegeven moment maak je zo'n beweging en dan verkoop je dat weer. En dan koop je op een gegeven moment een Line 6. Had ik dan, weet je wel. Ja. Hoe noem je dat nou? Geen stack, maar een... Gewoon een versterker. Gewoon een amp die je kon dragen. Ja. En dat was het niet. Dat was heel digitaal. Ja. Ik praat je over 2004, dus het was echt in de tijd dat het in de studio wel al redelijk ging. Hè, met die, wat hadden ze toen? Die Tone Farm en dat soort shit hadden ze al. Dat hadden ze redelijk goed voor elkaar. Maar op het podium was dat gewoon nog niet. Deur uit gedaan. Op een gegeven moment een Vox AC30 gekocht. Top. Te gek. Maar ja, toen op een gegeven moment dacht ik, ja, zo'n camper, weet je, en dan zit je weer een avondenlang op YouTube te kijken en dingen te vergelijken. En dan zie je hem eens een keer bij een vriend en denk je, ja, dit is toch wel te gek. Dan koop ik zo'n camper, ik ga ermee op tour. Ik kom terug van tour, ik denk, nee, het is het niet. Het is het niet, hè? Nee. En dan heb ik gewoon weer, nu heb ik gewoon weer twee buizenbakjes erbij. En die camper die hangt gewoon in mijn studio. Top apparaat, hè? Prima, voor studio gebruik vind ik hem ook echt te gek. Als ik gewoon een slagdingetje moet doen wat niet... specifiek moet zijn, dan kan het kan sowieso allemaal. Wat jij zegt, ik vind het wel interessant, die Oxbox. Want het is inderdaad een loadbox, maar je kan hem ook... Hij werkt toch ook echt in het digitale domein? Hè? Je kunt hem aansluiten. Dus er zit een optische uitgang op. Dus je kunt hem gewoon rechtstreeks aansluiten op je interface. Ja. Daarbij zitten er zitten chips in, dus processors. Dus je krijgt nog wat Universal Audio, een compressor, een hele mooie plate... kun je gebruiken, weet je. Ja. En je kunt natuurlijk gewoon je speaker er weer op aansluiten, maar die kun je op een gewenst niveau zetten. Ja. Dus zoals met een AC30, volle bak erin en je zet hem rustig aan. Ja. En die ADDA-conversie is heel goed. Dus ik heb nog nooit zo'n blij geluidsman gezien als de, weet je, zoals hij nu is bij ons. Ja. Dat geluid aan de voorkant is fantastisch. Ja, nou, bij Concertatie heb je het gehoord. Ja, ik heb erop gespeeld. Ik vond het echt te gek. Waanzinnige toon. Ja. Ja, nou is het daar een beetje een vertekend beeld op gespeeld op het grote podium natuurlijk. En dat is nogal overweldigend qua geluid. Yes. Maar ja, ik vond het wel, het was echt, ja, het leefde echt, hè, het geluid. Ja, het leefde. Ik hoorde hier trouwens een piepje. Ik hoorde een piepje inderdaad. Ik ga even snel kijken, mensen. Wacht, ik laat even een witje vallen, want dan kan ik knippen. Wit. En we zijn weer terug. Dat is een mooi moment, konden we even mooi naar de reclame. We zijn er ook bijna doorheen. waar ik nog even naartoe wil is waar je nu allemaal mee bezig bent. Want je hebt een platform opgericht, Six Strings. Ja, nou eigenlijk mijn vrouw die was een jaartje geleden, die was niet zo gelukkig meer op haar werk na 20 jaar. En toen zijn we gewoon eens gaan zitten van, wat vind je nou leuk? Nou, ze wilde iets met muziek doen en iets met kinderen. Dus het was heel vaag. En uiteindelijk, toen zei ze... Misschien iets met muziekles online. Nou, dat is op zich geen nieuw gegeven. Nee. Maar wat ik wel zag is dat... Het werd nog niet gedaan door een bekendere gitarist, weet je. En ik zeg, nou, misschien is dat leuk, weet je. En ik heb altijd les gegeven. Dus ik heb daar wel ideeën over. En ja. Zo zijn we afgelopen jaar, zijn we daar gewoon... of in 2018, zijn we daar flink mee aan de bak gegaan. Dus dingen opgenomen en... Ja, nu zijn we daarmee bezig. Dus mensen kunnen les krijgen van mij. En ik doe dat op een echt met hart en ziel. Gewoon. Ja. Ik probeer echt goede dingen te maken. Kwalitatief hoogstaand. Ja. En we gaan het meemaken. Maar ik vind het echt leuk om te doen. Ja, op de een of andere manier ben ik ook weer bezig dan met wat ik net zei. Wil doorgeven of zo, hè? Ja, ook doorgeven. Maar ook weer dat je merkt... Ik zeg dan wel eens, nou weet je, hebben jullie verzoekjes aan de cursisten? Soms dat vind ik wel tof. En dan krijg je toch dingen waarvan ik denk... Hey, nou, dat is misschien wel eens leuk om in te duiken. Ja. Dus dat is lachen. En het is echt beginners, echt beginnerscursus voor mensen. Ik ga niet moeilijk doen, want daar zijn er al genoeg van op YouTube. Ja, ja. Nee, dat is ook zo. Weet je? Dus je moet iets bieden wat echt... Ja, wat er nog niet is en wat persoonlijk is. Persoonlijk en gewoon als mensen denken... Dat wil ik ook. Ik wil gitaar leren spelen. Dan kunnen ze dat bij ons doen. Weet je? Gewoon van echt vanaf nul. En dan kun je meegroeien tot een bepaald moment. En dan moet je gewoon lekker op YouTube gaan kijken. Of bij een specialist. Ja, precies. Maar in ieder geval om te starten. Want dat is vaak voor veel mensen. Ik denk ook mensen die nu luisteren. En heel graag gitaar zouden willen kunnen spelen. Het is heel makkelijk om naar de winkel te gaan en een gitaar te kopen. Maar om
gemotiveerd te blijven. Dat is lastig. Dan moet je, het is net als naar de sportschool gaan. Ja. Je moet gewoon iemand hebben die je gewoon bij de lurven en de kladden neemt en je er doorheen sleept. Ja, dat is het. Waarvan je zelf ook proeft dat diegene het vuur in zich heeft. Nou, dat doen we dus. Ik probeer ook iedere 3 weken live te gaan. Weet je? Oh, ja. Dan kunnen we gewoon lekker mensen kunnen vragen stellen. Ja. En op die manier wel laten zien ook dat je begaan bent met hoe het gaat. Weet je, de progressie van de mensen. En hopen dat je ze ook kunt blijven aansporen. Want weet je, het blijft moeilijk hoor. Online is natuurlijk nog lastiger dan lijfelijk bij een leraar. Want dan heb je nog zoiets van, weet je, die kijk je recht in de ogen aan. Precies, nu kan je heel makkelijk zeggen van, je hoeft niet eens te zeggen dat je niet gehoefd hebt. Je hoeft helemaal niks. Nee, maar ik heb vroeger ook wel jongens gehad die dan ook geen fuck hadden gedaan en op woensdagmiddag bij mij kwamen. En dan zie je elke week weer, je hebt het ook wel gehad. Ik heb het zelf ook gedaan. Niks. Okay. Ja, ik ook. Moest ik echt, dan wist ik, ik moet zo naar John, zo heette mijn gitaarleraar. Oh, fuck, weet je, dan pak die gitaar, dan ging ik nog snel eventjes die dingen doorspelen. Ja. En dan kwam ik eraan en dan blufte ik mezelf doorheen. Want ik had hele andere dingen zitten oefenen natuurlijk. Tuurlijk wel. Ja, zo ging dat. Ja, leuk. Hey, en met de 3J's, jullie zijn met de theatertour bezig nu, toch? Wij hebben nu een theatertour en dat is een Heroes Tour. En dat is een keer een cover tour, omdat wij zitten al een jaartje of 10, 11 nu onafgebroken in het theater. Hm. En je kunt, elk liedje van ons is al wel een keertje in het theater gedaan. En ons impresariaat vindt het gewoon belangrijk dat wij gewoon in de theaters blijven spelen. Ja. Dus je zegt van jongens, maak dan een keer gewoon een ander programma. En we hebben 2 jaar geleden een keer een U2 tribute gedaan. En dat was toen een groot succes. En nu hadden ze dan gevraagd, willen jullie dan nog 1 keer een soort van heldentour doen? Ja, daar zijn natuurlijk veel toertjes van. Ja. Maar het verschil zit wel in, wij maken er echt werk van. We duiken echt in die materie. En we zijn ook gezegend met een zanger die heel veel... Weet je, die kan veel aan. Die kan veel aan. Ja. En wij kunnen wel stukken spelen die voor veel mensen niet te doen zijn. Nou, ik zag een dingetje voorbij komen van bij Tros Muziekcafé. Dat jullie eventjes Stairway to Heaven eruit knalden. Ja. Goedemiddag. Ja, nou dat soort dingen. Dat Jan is een van de weinigen die dat weet je, op een manier kan doen dat het geloofwaardig is. Maar ook op gitaar. Petje af hoor, als ik een petje op had gehad. Ik had die dubbelnek, hè. Ja, je had die dubbelnek. Maar dat is lastiger, hè. Want ja. Ik, op de een of andere manier gaat er heel veel focus naar dat de gitaar zo uit balans is. Hoe werkt het nu? Voor de mensen die niet weten, want we zeggen dubbelnek. Dan heb je zeg maar een gitaar met 2 halzen. Ja. En de ene heeft 12-snarige gitaar en de andere is 6. Ja. En dan heb je dus inderdaad, dat is een heel ander beest om vast te houden, denk ik. Het is gewoon een onding, hoe mooi hij ook is. Waar normaal zeg maar je hals zit. Daar zit hij nu niet, want daar zit de 12-snaar zit hoger en de 6-snaar zit lager. Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dus daar klopt al iets niet. Dus je bent al anders aan het spelen dan normaal. Dan zit daarbij dat je normaal je pick-up selector, waarmee je dus je elementen verschakelt. Je hebt vaak 2 elementen op je gitaar, of 3. Nou, die zit nu op een plek waar die helemaal niet logisch zit. Dus die gebruik je al niet, maar waar normaal je pick-up selector zit... Daar schakel je nu de 2 halzen mee. Oh ja, natuurlijk. Dus ja. Waar ik constant mee te maken heb is... Nou, wij spelen bijvoorbeeld Hotel California en Stairway to Heaven allebei. Op het moment dat je moet schakelen, dan verlies je gewoon... Er valt elke keer een witje. Er valt elke keer gewoon eventjes, dan ben je weg. Want je moet met je voeten moet je natuurlijk je pedalen schakelen. Ja. En je moet dat ding schakelen. En je moet van hals wisselen. En die hals zit op een plek waar je helemaal niet gewend bent dat hij zit. Dus het is gewoon eigenlijk, wat ze in Volendam zeggen, gewoon kut. Ja, dat zeggen ze in Den Haag ook. Kijk, dus ik ben er nog niet helemaal uit met dat ding. Nee. Hoe mooi ik hem ook vind. Ik vind hem magisch, maar het is lastig. Het is lastig. En hij is topzwaar. Dus je bent constant die gitaar in balans aan het houden. Ja, daarom stond Jimmy Page dus, voor de mensen thuis. Die stond die solo zo te doen. Het heeft een reden, mensen. Het was niet een beetje stoer doen. Het was niet stoer doen. Eén voetje op de monitorbox en de gitaar omhoog. Nee, dat ding is gewoon hartstikke topzwaar. Die is echt loodzwaar. Ja. Wauw. Nou ja, dan hebben we weer wat geleerd vandaag. Het lijkt me een mooie afsluiting van dit uur. Dankjewel voor je tijd. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Gitaarmannen de podcast. Dit was de eerste opname die ik maak. Ik weet niet of het de eerste aflevering gaat zijn. Nogmaals dank voor de gastvrijheid. Mocht je deze podcast nu tof vinden, dan kan je abonneren in je favoriete podcast app.
Of kijk hem even op YouTube. Er lopen een paar camera's mee. Als het goed is. Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan, mensen. En anders dan moet je ons geloven dat er een paar camera's zijn. Like de Gitaarmannenpagina op Facebook, Instagram, Twitter. Vertel het aan iedere gitaarliefhebber die je kent. En dan zou ik willen zeggen, tot de volgende Gitaarmannen, de podcast. Hey, dankjewel voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van de Gitaarmannen podcast? Abonneer je dan snel op mijn YouTube kanaal. Abonneer je natuurlijk ook in je favoriete podcast app. En kijk af en toe eens op Instagram, Twitter en Facebook. Als je nou helemaal niks wil missen, ga je naar gitaarmannen.nl. En daar kijk je waar ik in het theater kom met mijn gitaarmannen van Clapton tot Sharon theatertour. Zie je daar.